Nog 3 maanden met je neus in de boeken, maar dan heb je eindexamen gedaan en mag je feestvieren. Met de KRO en het Eindexamenfestival. Met informatie, popconcerten en een banenmarkt. Maar je hoeft niet alleen te kijken, je mag ook meedoen. Ik ook? Jij ook. Wij en jullie natuurlijk ook. Maak je eigen tv-reportage of interview van ongeveer 7 minuten met ons onderwerp De Toekomst. Stuur je idee zo snel mogelijk op. En de 4 origineelste ideeën mogen jullie zelf gaan maken. Steek de koppen bij elkaar, maar slaag wel voor je eindexamen. Dan kun je feesten met de KRO op 23 mei bij het Eindexamenfestival. Stuur je ideeën naar de KRO, postbus 9000 in Hilversum. En vlug! Jongens en meisjes, luister heel goed even naar Onwillig Boy. Ja? Dat je een keer blijft zitten vind ik helemaal niet erg. Maar dat je niet je uiterste best doet om net zo'n goede verslaggever te kunnen worden als ik, dat zou toch te gek zijn. Doe je best. Ik reken erop. En bovendien, bij de KRO is het zo. Dames en heren, welkom bij aflevering 33 van KRO's Zeker Weten, het programma van kennis en vernuft. Deze serie hebben we eigenlijk altijd aan het begin van de uitzending een trucje laten zien. Ik heb er nou weer een, moet je opletten. Dit houtje reageert op stem. Als ik nou hoei hoei zeg, dan zou hij geacht worden de andere kant van het draaien en dat doet hij ook. Ik moet harder praten tegen hem. Hoei hoei. Zie je? Gaat hij. Hoei hoei. Rob van Hattem, die me dit geleerd heeft, die zegt dat het komt omdat het van hoei hoei hout gemaakt is. Ik weet niet of het waar is. We zullen het er straks over hebben, maar we blijven eerst eventjes bij het hout. Want u weet dat afgelopen week, zondag om te beginnen, Noord-Nederland verdween onder een laag van ijzel. Bomen zwaar onder de ijzel, bossen zwaar beschadigd, takken knapten af. En niet alleen takken, maar ook hoogspanningskabels. We hebben allemaal de beelden gezien van geblokkeerde wegen en treurige bossen. Nico de Haan, die was in het noorden van het land. En hij is niet alleen een vogelkenner, maar hij heeft ooit op de bosbouwschool gezeten. Dus we slaan 2 vliegen in 1 klap. Nico is hier. Dag. Ja, hoe was hallo, het in het noorden? Hallo, Nals. Dat is wat, oh, hè? Zojuist, was het ja, het was bar en boos. En dit is zojuist per vrieswagen aangevoerd vanaf Drenthe. En ja, je ziet het. Het zit zwaar ingepakt in het ijs. Het begint ook al te druppelen. En ik stel voor dat we dit op de weegschaal gaan leggen. Ja? En dat we dit gaan wegen. Want het aan kan het zijn, einde van de uitzending weten we dat. Dan weten we hoeveel daarbij gekomen is. Ja. En daar gaat hij. Ik wil hem niet te veel beschadigen. Het is wel een mooi gezicht. Maar wat het is wel een bizarre schoonheid, is het. Nou, het gewicht hiervan. Aan het einde kunnen we die tak eruit halen en dan zien we het verschil. Hoeveel weegt hij nu totaal? Hij weegt nu 1,3 kilo. Ik ben benieuwd wat die tak op zichzelf weegt. Zeg, vertel eens. Het was dus een puinhoop in het noorden, dat is duidelijk. Nou, het was werkelijk, we waren daar bij vrienden. We konden ook niet naar huis, we hebben een dagje langer moeten blijven. Maar het was heel bizar, zoals het weer daar tekeer ging. Het was een soort ijsregen die alles omhulde. En waardoor berken, eiken, behoorlijk zware kruinen, ook gewoon als lucifershoutjes afknapten. En je kunt, als we nog even teruggaan naar die tak, je kunt dat zien, dat ijs, dat er in feite zo'n takje spalkt, zou je kunnen zeggen. Als je zo'n tak pakt, dan is die helemaal stijf en eigenlijk veel steviger dan normaal. Ja. Alleen door die enorme zware vracht, want zo'n tak kan wel 50 tot 100 keer zo zwaar worden, breekt die dan precies af in die oksels, waar niet die versteviging is aangebracht. En daardoor stortte er dan nog wat kronen naar beneden. En is dat heeft dat tot gevolg dat die boom dan helemaal ten dode opgeschreven is? Wat gebeurt er dan precies als er zo'n tak afknapt? Nou, bij de berken zal dat inderdaad betekenen dat er een groot aantal van die berken doodgaan. Wat gebeurt er? De sapstroom die zo net na de kortste dag op gang komt. Mm-hmm. En die dan weer stopt zo tot mei. In die periode is er een enorme sapstroom naar boven toe. Nou, die sapstroom die vindt nu plotseling een uitweg via wonden en dergelijke. Kan die naar buiten komen. En dat betekent dat een aantal van die berken letterlijk doodbloedt. Ja, ja. Je kunt dat, wanneer je hier een van deze schijfjes bekijkt. Dan is hier, dit is dan de schors. En daar net achter zit dan de bast. En daar gaat die voedingsstroom door. Nou, dat is hier niet zo goed te zien. Op deze is het ietsje beter te zien. Dat is geen berk, dan zie je dat lichte. Nee, maar dit, dit is een acacia. Ja. We hebben daar een uitgewerkte tekening van. En dan kun je zien dat hier zo, dit is dan het kernhout. Dan hebben we hier het spint.
waar dan het water en dekken naar boven gaat. En hier hebben we dan de bast, ja, waardoor die voedingsstoffen naar boven gaan. Dat ligt dus heel dicht onder die schors. Ja. Dus bij het minst of geringste beschadiging treedt de bloeding op. Nou, om daar iets aan te doen, ik kan me voorstellen, ik heb daar gezien in die tuinen waar we waren, dat er, ja, het leek alsof de oorlog geweest was. Die berken waren bijna allemaal afgebroken. Ja. Maar als er nog berken te redden zijn, dan zou je niet te veel moeten zagen. Maar die wonden die er zijn, moeten behandelen met een soort, sapstop, heet het middel ook letterlijk. En dat is bij de vakhandel verkrijgbaar. En dan kun je op die manier, moet je dan 's avonds doen, want dan is die sapstroom het minst, met een soort kunstharst die zaak afdichten. Ja, ja, maar dat kan je natuurlijk niet doen in de bossen. Ik zie in de bossen allerlei is het, mensen met potjes nee, daar is het, in het donker rondschuiven. Voor een aantal bossen is het desastreus, ja, met name, ja, uit houttechnische overwegingen. Ja. Natuurlijk veel houtteelt is er verloren gegaan. Of het op lange termijn voor bepaalde bospercelen juist een verrijking zou betekenen. Een verrijking omdat er veel meer variatie in het bos komt. Nou, dat moeten we maar afwachten. Ja. Maar op het eerste moment, vanuit de bosbouwerswereld wordt er gezegd, nou, enorme schade. Wanneer je nog even naar de vogels kijkt, want die hebben er toch ook mee te maken. Ja. Toen ik er was, zag ik dat er nogal wat vogels onder het ijs waren. Letterlijk onderbeijzeld waren. Nou, daar is ook veel telefoon over geweest. Die vogels werden een dagje gehouden. Dan dooide het ijs eraf en dan kon je ze weer loslaten. Ze bleven wel leven. Ze bleven wel leven. Ja. Maar er zijn er ook een aantal die, ja, daarvoor werden hun voedsel onmiddellijk afgesloten. Een dikke laag ijs eromheen. Je kunt nergens meer bijkomen. Ja. Nou, buizen werden bij vogelasiels gebracht. De zangvogels hadden toch nog wel gelegenheid, wat we vanuit het noorden gehoord hebben, om op plaatsen waar minder ijzel gekomen was, dus in de luwte of juist helemaal onder de takken bij de grond, om daar nog wat voer weg te halen. Maar het is een, het is toch een enorme ingreep in één keer in die vogelwereld. Hongerlijden. Er zijn diverse wintervoederaars die hun programma weer opgestart hebben. Ja. Het is echt, Nou, over de vogels praten we straks. En over de bomen praten we ook nog straks. Want we willen wel aan het einde van het programma weten hoeveel gewicht en water er nou afgekomen is. Hè? Prima. Ik ben benieuwd hoeveel er aflekt in die bak. Ja, ja, ook nog. Oké. Okay. We zien elkaar straks weer. Jo. Bedankt. Doeg. We gaan het hebben over mosselen. Niet de mosselen van de visboer, die sommige mensen heel erg lekker vinden, maar andere. Het zijn zoetwatermosselen en ze zijn van belang voor onderzoek. Wim Verhoog is in de Zekerwetenbus gestapt en die ging naar dat onderzoek toe. Want die wilde weten wat voor mosselen nou van belang zouden kunnen zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Hij ging kijken bij de afwateringssluizen in Den Oever. Daar begint de reportage. En daarna ging hij naar het laboratorium van TNO in Den Helder. Goeiedag. Goeiedag, zijn jullie aan het doen als ik vraag maar. Wij zoeken mosselen. Maar dit is toch dit is de zoete kant van de afsluitdijk. Dan moet je toch eigenlijk achter de sluizen daar in het zoute water zijn. Dat zou je wel zeggen, ja. Maar kijk. Nee hoor, mosselen. Dat zijn toch zitten hier ontzettend veel mosselen. Ja, dat zijn mosselen. Ziet u, dat zijn driehoeksmosselen. Andere mosselen dan dat is een andere soort dan we in zee tegenkomen. Deze komen in het zoete water voor. Maar hij leeft op dezelfde manier, hè? Hij zit ook draadjes zit hij vastgehecht. Die hele steen zit erop. Vroeg of we ze eten konden? Ja? Nee, ik weet het niet. Ik heb het nooit geprobeerd. Jullie eten wij doen dat niet. Nee. Maar wat doen jullie er dan mee? Wij gebruiken deze mosselen voor onderzoek. We zitten hier een heel eind van de Rijn vandaan. En we verzamelen hier schone mosselen. Gezonde, schone mosselen. En die mosselen worden overgebracht naar plekken die verontreinigd zijn. Of waarvan men denkt dat ze verontreinigd zijn. En dan laten we die mosselen daar een tijd in het water. En naar de hand halen we ze op en kijken of die mosselen nog even gezond zijn. En zo krijg je een indruk van... En zo krijgen we een indruk van de gezondheid van dat milieu ter plekke. De gezondheid voor de mossel en voor de beesten die met die mossel samenleven. Maar ook voor de beesten die van de mossel weer leven. Waarom heb je het nou precies op dit plekje uitgezet? Nou, dit is een plekje, we zien hier heel weinig activiteit. Maar dit is een steiger waar regelmatig schepen gezandstraald worden. En met het zandstralen kunnen stoffen in het water geraken die door beesten worden opgenomen. Zoals? En wij gaan nu, zoals bijvoorbeeld lood. Loodverbindingen uit de mening van schepen. Koperverbindingen uit als er een beschermende verflaag op zit. En je denkt dat die in die mosselen terecht komt? Wij gaan na of dat inderdaad gebeurt. En wanneer ga je ze nu weer ophalen? Nou, we hebben hier vier korfjes in zitten en die worden steeds na een maand worden die opgehaald. En dat betekent dat we steeds over een periode van een maand kunnen kijken of hier
activiteiten zijn geweest die ja, het milieu verontreinigen. En dat kijken, dat doe je in een laboratorium daar? Ja, het kijken doen we in het laboratorium, maar dan moeten we een stukje verder rijden. Ja. We zien hier het snijden van een deel van de mosselen die we vanochtend hebben verzameld en uitgezet. We doen dat om de gezondheid van deze dieren te bekijken, te zien hoe groot ze zijn en wat weefselgewicht is. En om na te gaan wat het gehalte aan verontreinigde stoffen is voordat we ze uitzetten. Die weefsels die worden verwerkt tot preparaten die daarna geanalyseerd kunnen worden. En dat gebeurt op een apparaat als dit bijvoorbeeld. Kun je nou met zo'n apparaat ook water meten? Daar kun je ook watermonsters mee meten. Maar die geven een ander stuk informatie dan dat je die mossel analyseert. Het lijkt een beetje een omweg, hè? Om het via de mosselen te doen als je direct in water kunt meten. Dat lijkt zo, maar dat kunnen we laten zien aan de hand van een plaatje dat we hier hebben. Het zijn de resultaten van een onderzoek wat we een paar jaar geleden hebben uitgevoerd. We zien hier de rivier de Maas. En die Maas die begint in Frankrijk en die stroomt door België heen en komt uiteindelijk in Nederland terecht. Nou, langs die Maas liggen een aantal steden en industriecentra. Rumilly, Vireux, Agimont, Namesh, Luik. En dan stroomt die uiteindelijk in Nederland uit in het Haringvliet. Laten we nou eerst naar gehalte in water kijken. We kijken dan naar de stof lood. Dan volgen we de blauwe blokjes. Dan zien we dat in Noord-Frankrijk, bij Rumilly, daar is die rivier nog erg schoon. We zien daar hele lage loodgehalte. Als we dan de stroom volgen en we gaan verder naar het noorden, dan zien we dat na het passeren van een aantal van die steden en industriecentra, dat die loodgehalte in dat water toenemen met een enorm hoog, redelijk hoog gehalte in Luik. Ja. Nou, daar zit een stuk zware industrie. Laten we nu eens kijken naar wat die mosselen ons vertellen. Die mosselen in die 40 dagen gezien hebben. Dan kijken we naar de rode blokjes. Dan zien we hier wederom bij Rumilly lage gehalten. En we zien dat die gehalten stroomafwaarts plotseling heel sterk kunnen toenemen. Bijvoorbeeld na het passeren van de stad Agimont. Als we dan verder stroomafwaarts komen, dan zien we de belasting weer iets afnemen en weer iets toenemen in de buurt van Luik. Nou, Luik zien we dat die gehalte in het water, die verhoging in het water, dat die parallel verloopt aan die verhoging in die mosselen. Ja, dan zie ik ook een heel groot blokje. Ja. Daar staat een lang blok, groot blok. Als we nu kijken naar Agimont, de stad waar we een laag gehalte aan lood in het water vonden, zien we daar toch een enorme loodbelasting in die mosselen. Nou, wat daar aan de hand is, zou het volgende kunnen zijn dat daar een industrie zit die af en toe loost. Nou, die lozingen worden niet opgemerkt door dat enkele watermonster wat op een bepaald moment verzameld wordt, maar worden wel opgemerkt door mosselen die daar 40 dagen hebben uitgehangen. Nou, dat is één ding wat we aan die mosselen zien. Het tweede ding wat we aan die mosselen zien is groei en sterfte. En daarmee kun je indrukken krijgen van stoffen waarop je niet analyseert of niet, waarop het niet mogelijk is om te analyseren. Als daar sterfte optreedt, dan weet je dat daar iets mis is op zo'n plaats. En je kan dan gericht gaan zoeken naar wat er eventueel mis is. Het geeft je dus ook eigenlijk heel directe informatie wat nou je waterkwaliteit voor mosselen betekent. Dus. Ja, je kan vanuit die mosselen kan je terugkijken naar dat water. Terwijl je vanuit het water niet die voorspelling naar die mossel kan maken. Nou, dan kun je met die mossel nog een andere kant uitkijken. En dat is wat betekent die mossel voor het gehele systeem. Het is zo dat die Maas die stroomt uit in dat Haringvliet, dat is een van onze grote bekkens, samen met de Rijn en voegen daar een aantal gifstoffen aan toe. Nou, we zien het Haringvliet, dat is een uitgestrekt water waar erg veel mosselen voorkomen en wat een heel belangrijke functie heeft voor overwinterende duikeenden bijvoorbeeld, die weer van die mosselen leven. Wat we hier hebben zijn twee kooien met kuifeenden. Eén groep kuifeenden wordt gevoed met mosselen uit het Markermeer. Dat is net zo schoon als de plek waar we vanochtend mosselen verzameld hebben. En één groep eenden wordt gevoed met mosselen uit het Haringvliet. Nou, van het Haringvliet hebben we gezien dat daar een groot aantal verontreinigende stoffen terechtkomt. Wat we tot nu toe gemerkt hebben is dat de stoffen in die mosselen, en dat zijn in dit geval PCB's waarschijnlijk, naar alle waarschijnlijkheid, effect hebben op het broeden van die eenden. Eenden willen niet op het nest, blijven niet op het nest zitten.
Ze leggen een kleiner aantal eieren. Die eieren zijn kwetsbaarder omdat de schaal dunner is. En embryo's zijn in een aantal gevallen doodgegaan. We hebben het vandaag uitgebreid over driehoeksmosselen gehad. Wat ik me nou afvraag, hoe zit het met de zoutwatermosselen die wij eten? Nou, de mosselen die via de handel worden aangeboden, daar is een heel strenge controle op. Mosselen die je zelf haalt van strekdammen en van havens, waarvan zeker niet bekend is wat voor lozingen daar plaatsvinden, dat blijft riskant. We hebben Joop Markenie aan de lijn, want ik denk dat u net als ik wel benieuwd bent wat de resultaten van het onderzoek zijn die we net gezien hebben. Dag Joop. Dag Nelleke. Hoi. Goedenavond. Goedenavond. De vraag is duidelijk. Wat zijn de resultaten? Ja, die zijn vorige week al beschikbaar gekomen. En dat zijn wel interessante waarnemingen die we gedaan hebben. Vertel eens. Ik zou eens willen beginnen met die locatie die we in beeld gehad hebben. Dat straalbedrijf. Ja. Daar hebben we geen verhoging gevonden van metaalgehalte in de mosselen. Dat is mooi. Dat is heel mooi. Daar moet ik bij opmerken dat in die tijd ook niet gestraald is. Er zijn geen schepen afgestraald. Mm. Dus wij zouden dat onderzoek, ik denk dat het nog een keer herhaald moet worden, om naar te gaan of er tijdens zo'n activiteit iets vrijkomt. Ja. Maar stoffen die eventueel op de bodem terecht gekomen zijn blijkbaar niet beschikbaar voor dit organisme. Ja. Nou, dan is er een andere opmerking. Dat is, alle beesten waren gezond. Geen sterfte gehad. Dat wil zeggen, er zijn ook geen andere stoffen in het water terechtgekomen die we dan niet hebben gemeten of die je misschien zelfs niet kan meten omdat we daar geen apparatuur voor hebben. Mm-hmm. Die schade hebben toegebracht. Dat klinkt allemaal heel goed, hè? Dat is een keurige locatie. Ja. Nou, we hebben nog een aantal andere locaties hebben we in datzelfde onderzoek betrokken. Ja. Daar is één locatie bij en tot onze verrassing heeft die locatie wel te zien gegeven een loodaccumulatie in deze beesten. Oh. En wat ga je nou doen met dat gegeven? Nou, we gaan het onderzoek in de eerste plaats, zou dat nog een keer herhaald moeten worden. Uh-huh. Om het, je moet dat echt zeker weten voordat je dat in de publiciteit brengt. Ja. En als dat dan er weer uitkomt, dan moet of de overheid of het bedrijf zelf moeten zeker ingelicht worden en gevraagd worden of ze daar voor een verder onderzoek willen meewerken. Ja. Dankjewel en tot ziens. We gaan naar het volgende onderwerp. Ik ga u platen laten zien van het antieke Rome.